De Container Cup Recap. Het was iets, hé, die corona. Ik heb het over vertellen, ja. Sportwedstrijden waren een no-go. Ja, maar niet in de container, hè, Pedro. Dus hield men daar in een zevenkamp vol sportspanning en... Kramp. Topsporters tegen elkaar en ze waren in vorm, blijkbaar. En ja. Deze twee gaven sportcommentaar. Sport, ze hadden het kijken naar humor en intelligentie. Het was... Ongelooflijk. Een uppercut voor de concurrentie. De sporters maken daar hun entree met een beetje... Gezonde stress mee. Fietsen en roeien tegen de klok. Sportief opgesloten in een hok. Men begon spontaan te... Zweten. En het rook al snel naar... Vis in papillot. Ik ga het nooit vergeten. Zo'n donker kot ontsmet met alcohol. Daar zegt de mens al eens... Mijn fantasie staat op hol. Deze begon te denken aan zijn vriendin. Ik zag het gaatje en ik dacht, ik schiet er los in. En zij kipte van genot, want het was... Echt een sweet spot. Maar zij had toch het meest suggestieve praatje. En zij... Ik had direct een snok al geven... We gaan erin vliegen, maar zo te zien zat ik niet goed op het zaadje. Nu, sporters die jaren trainen, dat is niet genoeg. Om te entertainen. Voor echt goede tv vraag je toch best een bv. Ik vind dat wel een tof idee. Ze mogen me altijd bellen. Ze werden gebeld en gaven... Volle gas. Sommigen brachten zelfs hun handtas. Jeroen ging ook de uitdaging aan, want... Schieten op mijn buik heb ik heel mijn puberteit lang gedaan. Victor sloeg de bal verkeerd. Ben Weitz was gehypnotiseerd. Dit is Megatobi in Lopas. Elodie bracht... Mijn ben verwaard. Hilariteit alom. Maar hier vloog een schouder uit de kom. Ah, fuck! Ah! Heeft hem zijn eigen weer zitten aanstellen met zijn schouders. Ah! Sommige deelnames waren een farce. Pedro zelf klom maar... Zeven bars. De een strompelde niet, maar deze wel. Mijn godverdomme 5 jaar van mijn leven op dat spel. Na al die prestaties... Onder hypnose... ...was er de apotheose. Eén iemand had de beste tijd en werd met een bezoekje verblijd. Hallo. Die winnaar werd een trofee geschonken en toch kreeg niemand COVID-SARS. De verliezers die hebben... 10 pinten gedronken. En dat deden ze in... Een evenaring van... Jouw prestatie, 7 bars. En dat was dus de Container Cup. Een leuk programma op je tv. Mocht je het nooit gezien hebben, dan ben je nu weer helemaal mee.